Het personeel van het Sint Vincentius ziekenhuis is er niet over te spreken dat er met de directie en overheid geen overeenstemming kan worden bereikt omtrent de voorwaarden in hun cao. Het gaat daarbij om zaken als lumpsum en kledingtoelagen. Journalist Richelle Maknak bevond zich vanmorgen ter plekke en maakte voor u de volgende reportage. We staan op het terrein van het Sint Vincentius ziekenhuis, waar de leden van de bond nog steeds ontevreden zijn dat de acties die vanaf vrijdag zijn aangekondigd, vandaag is opgeschort. De bond was in actie voor de koopkrachtversterking over de maand, maar die nog niet is betaald. Vandaag is die uitbetaald, maar de medewerkers van het ziekenhuis zijn ontevreden over een aantal zaken, zoals het uitblijven van de kledingtoelagen en de lumpsum. We gaan praten met de penningmeester van de bond, meneer Orlando Seder. En we gaan ook praten met enkele van de medewerkers van het ziekenhuis. Dit van de KKV is niet het enige waar wij met de directie bezig zijn. Maar dat was de brandende zaak waarvoor wij zijn overgestapt tot acties. De andere zaken waarover de personeelsleden het hebben, we zijn in speaking term daaromtrend. Er zijn strategieën. Er zijn afspraken, er zijn brieven gericht naar de overheid, de minister, de president, CC. De directie heeft vandaag ook nog met ons besloten om een gezamenlijk op te gaan samen, om de mensen duidelijk te maken wat de nijpende problemen zijn, zodat we een oplossing kunnen vinden. Ik snap de mensen, want ik ben zelf ook personeelslid, ben ook heel ongeduldig, maar ik weet dat zaken een proces hebben. Diverse medewerkers van het ziekenhuis maakten gebruik van de gelegenheid om hun misnoegen te uiten. Ze zijn van mening dat de bond niet achter ze staat en dat de directie niet probeert om ze te woord te staan. In deze uitdagende economische situatie is het moeilijk om het hoofd boven water te houden. En dan is het haast onhoudbaar dat de directie geen uitbetalingen kan plegen, klinkt het verhit. Afgelopen vrijdag, toen wij in actie zijn gegaan, is het al aangegeven dat het niet alleen om de koopkracht gaat. Het gaat om de lumpsum, gaat om de verhogingen die we al een paar jaren niet hebben gehad. En ook koopkrachtversterking. Die hebben we vanmorgen gestort gekregen. En het bestuur zegt van we kunnen de acties opschorten. Maar de afspraak was niet alleen maar voor die KKV, die is de koopkrachtversterking. Het ging ook om al die andere zaken. Nu zeggen ze van het gaat alleen maar, die acties hebben we alleen maar gevoerd voor die KKV. Wij van de leden van de bond hebben aangegeven van nee, wij zijn niet tevreden met die antwoord. We willen verder gaan. We willen de pressie leggen op iedereen dat wij onze gelden ook krijgen. Kijk, alles is duur. Onze salaris is nooit verhoogd. Het is al meer dan 10 jaar, is bijna 9 jaar, 8 jaar dat onze salaris niet verhoogd is. We vinden het erg voor de patiënten ook. Maar ook wij leven. Wij zijn ook mensen. We zijn ook afhankelijk van de salarissen. We komen niet uit. We hebben alles wat duurder in de winkel. Dus wij moeten die pressie dan leggen op die mensen. Als wij er niet waren, zouden ze er niet zijn. Ze ontvangen onze gelden elke maand. En ze kunnen niet voor ons klaarstaan. Maar wij moeten altijd voor ze klaarstaan. Dat is toch oneerlijk? Elke maand moeten we hetzelfde liedje horen. We hebben vorig jaar nog. Eenmalig 500 SRD gaat van onze lumpsum. Nu zijn we al bijna 5 of 6 maanden verder. En we horen niets meer. Niets van onze lumpsum.